Het afgelopen jaar was een jaar met veel ups en downs. Verschillende doelen die wegvielen. En mentaal was dat niet evident om iets waar je al jaren aan het voorbereiden bent, plots 12 maanden te zien opschuiven. Het was en is nog steeds moeilijk om de training goed te organiseren omdat we gebonden zijn aan strenge regels. En zeker omdat judo een contactsport is en we andere mensen nodig hebben om goed te kunnen trainen. Dit zijn vooral mentaal moeilijke periodes, omdat je niet kan doen wat je graag doet. En op deze moment probeer ik me te focussen op de dingen die ik wel kan doen. Er zijn altijd dingen die ik nog kan verbeteren en die me een beter judo kan maken. Sporten helpt mij ook om sterker te worden, zowel fysiek als mentaal. Als topsporter is fitness een heel belangrijk aspect in mijn trainingen. Daarom ben ik ook bijna elke dag in fitness te vinden. Maar dat kunnen ook cardio of stabiliteit en mobiliteitstrainingen zijn. Zelfs als ik geen topsporter zou zijn, zou ik een uitlaatklep nodig hebben. Fitness is hier ideaal voor, om de zorgen van het gewone leven even achterwege te laten en te genieten van de tijd die je voor jezelf neemt. Mijn zilveren medaille op het WK is sowieso een van de hoogtepunten uit mijn nog jonge carrière. Ook toen ik Europees kampioen werd in 2019 en het goud op de prestigieuze Grand Slam in Parijs zijn momenten die ik enorm koester. Er gaat geen dag voorbij dat ik niet aan de Spelen denk en ik ga naar Tokio voor goud.